45 jaar geleden, in 1976, opende de eerste basisschool in Almere haar deuren. De Bijenkorf. De stad groeit snel en er worden dan ook in een paar jaar heel veel scholen gebouwd. De Bijenkorf brandde af, maar veel van de oorspronkelijke schoolgebouwen staan er nog steeds. Zoals de Driemaster. Nou, het staat niet op instorten, maar er zijn wel dingen waar we tegenaan lopen als we in het gebouw zitten. En dat zit heel erg in het binnenklimaat, dat zit in de riolering, dat zit in de verwarming. We hebben wel eens in de winter zonder verwarming gezeten, terwijl het buiten vroor, omdat het dan een lekkage was die niet ontdekt werd. En dat zijn wel dingen die heel erg vervelend zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en krijgt geld van de landelijke overheid om panden neer te zetten en te onderhouden. De komende jaren moeten 23 oude scholen grondig worden gerenoveerd of vervangen. En door de groei van de stad moeten er ook nog nieuwe scholen bijgebouwd worden. Dat er nu een flinke uitdaging ligt voor Almere, zegt ook Stichting Prisma Almere, die 18 basisscholen heeft in de stad. Het gaat er echt om in totaal 750 miljoen euro de komende jaren. Nou, dat is een gigantisch veel geld, waarin de gemeente natuurlijk vanuit het gemeentefonds wel geld krijgt, maar niet, lang niet genoeg om al de scholen nieuwbouw te kunnen geven. Voor nieuwbouw van de Driemaster is al wel geld gereserveerd. Er moet alleen nog een geschikte plek worden gevonden. De Driemaster komt samen met een andere school in één gebouw. Brown is blij dat ze straks van de ongemakken af is. We hebben alleen maar ramen boven, nou, die moet opengedraaid worden. Dat gaat tegenwoordig regelmatig stuk, dus dan is er weer een melding van een collega, mijn raam kan niet meer open. Dat maakt dat het warmer wordt in de lokalen. Als ze openstaan en ze kunnen niet meer dicht, wordt het ook weer koud in de lokalen. En dat werkt gewoon niet. Over hoe het allemaal te gaan betalen, moet de gemeente en dus ook de gemeenteraad nog nadenken. Extra geld zou bijvoorbeeld kunnen komen door herontwikkeling van de leegstaande scholen tot woningbouw. Of door meer functies in één schoolgebouw onder te brengen, zoals kinderopvang. Je merkt nu dat ze het probleem, denk ik, wat voor zich uit hebben geschoven. En dat het nu heel erg zichtbaar gaat worden. Ze wisten het wel, maar nu het ook met dat getal van 750 miljoen duidelijk is wat de echte opgave is, denk ik dat er nog wel heel veel gesprek plaats moet vinden om het voor elkaar te krijgen.